Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ja, leuk dat je kijkt en we zijn weer onderweg. Ja, want zoals jullie gezien hebben de vorige vlog, zitten we in Noorwegen. Ja, en we hebben gisteren toch een mooie wandeling gemaakt. Doordat die boomstronk glijbaan. Ja, heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de dronebeelden. Nou, we zijn onderweg. We hebben een mooi kerkje gezien. Maar dat is wel nog een stukje rijden. Ja, maar dat is helemaal niet erg, want de wegen hier zijn geweldig om overheen te rijden. Ja, en we hoorden vaak van mensen die hier al geweest zijn, van ja, ieder hoekje heeft een ander uitzicht. Het is echt zo. Het is echt waar. Het is echt waar. Adembenemend mooi. Ja, dus we karren lekker wat rond. We hebben een beetje een plannetje, maar zien we iets leuks dat we zeggen, hey, daar moeten we naartoe, dan stoppen we gewoon even. Ja, we hebben een klein plannetje gemaakt. Wat het plan precies is, dat gaan we niet verklappen. Daarvoor moet je gewoon de vlogs blijven kijken. Maar het is in ieder geval, jongens, anders dan anders. Ja, dat klopt. Dat kunnen we je garanderen. Maar Joy, doe die camera uit en kom even genieten. Dat gaan we doen. Welkom bij onze vlog. Leuk dat je meegaat op reis naar Noorwegen. Duimpjes worden gewaardeerd. Veel kijkplezier! En we zijn even gestopt om lekker te lunchen. Het waait flink toch wel vandaag. We staan aan een prachtig plekje bij het water. Niet alleen, er staat nog een Nederlands campertje bij ons. En er zijn hier zelfs toiletten. Nou, we rijden de route 41, weg 41. En langs die weg zijn dus allerlei van deze mooie stopplekjes waar je kunt staan, waar je gebruik kunt maken van toilet, waar informatiehuisjes zijn. Ga eens kijken waar Joy is. Ik wil wel even kijken nog. Joy? Ah. Oh, zij maakt weer gebruik van ons eigen toilet. Daar is ze, jongens. Kijk, we staan hier bij de Telemarksvegen. Ja, we zijn net voorbij. Dat zijn de Telemarkkanalen. Maar we zijn net voorbij dit kruispunt gegaan. Ja, en we gaan verder omhoog. Emily. Trungen. Ja, we gaan tot aan hier zeker en nog iets verder. Ja, en dan gaan we nog wat verder. Dus we gaan deze hele route eigenlijk rijden, ja. Van de Telemarksvegen. Leuk. En als dit zonnetje blijft, prachtig. Nou, de beentjes zijn weer even gestrekt. We kunnen er weer tegenaan. We gaan weer rijden. En we gaan dus die route omhoog rijden wat jullie net op het bord gezien hebben. Als we het spectaculair zien, dan gaan we dat met... Even. Ja, maar dan delen we dat natuurlijk met jullie. Ja, maar stoppen we gewoon even. Dat is het fijne. Maar weet je wat ik net grappig vond? Die route wat wij gereden hebben, dat letterlijk dat mannetje voor ons kwam rijden van dat wegverkeer. Ja, wegwerkzaamheden. We moesten helemaal begeleid worden. Je kon daar niet alleen rijden. Ik vond het wel heel top. Maar het was ook echt gravel en een beetje puinweg. Ja, een grabbelweg. Maar ja, is ook goed gekomen. Hoort er ook bij. We gaan door. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, het ruikt lekker. Zo, accu weer op de plek. We hebben een aantal uurtjes, ja. We hebben toch zeker een... Drie. Na de lunch 2 uurtjes gereden. Oh, zo, ja. Ja. Zo? 2 uurtjes, ja. Er was natuurlijk een wegomlegging, een wegversperring. Dat zagen wij pas toen we voor de wegversperring stonden. We waren niet de enige camper. We waren niet de enige, dus we zijn omgedraaid en we hebben een andere route genomen. Maar uiteindelijk... Nu is het toch wel tijd voor een tasje koffie, hoor. Uiteindelijk zitten we weer op de 41. En we staan op een plekje om koffie te drinken. Nou, daar wordt dat tasje koffie helemaal vrolijk van, hè, Joy? Nee, wij met een tasje koffie worden daar vrolijk van. Dat bedoel ik. Ja. Maar het was een hele mooie route, want ik denk dat we nu al 35 kilometer langs dit mooie uitzicht rijden. Prachtig. Laat ze het zien. Ik zal even omdraaien, goed? Ja. Kijk, we stappen even uit. Oh, even de beentjes trekken in 2. Hoppakee.
Kijk nou. Prachtig. Oh, heb je mijn Tesco koffie niet meegenomen? Oh, die stond op de grond. Wacht, ik pak hem wel even. Je hebt hem zelf op de grond gezet. Kijk, daar gaan we. Wat een mooi plekje voor een Tesco koffie, jongens. En het kan gewoon, hè. Dus ook doen als je de mogelijkheid hebt. Of dat nou in Noorwegen is, in Frankrijk, Spanje. Misschien ga je wel richting de Balkan. Of zit je in Griekenland. Genieten van de mooie plekjes. Ja, juist. Want die zijn overal. En dat noemen wij ultieme geluksmomentjes. Van die kleine dingetjes. Een kopje koffie maken, stoppen langs de weg. Even een stukje lopen. En genieten. En dat gunnen wij iedereen. Oh, mooi man. Ta-da-da-da. En dan gaan we van de koffie naar het avondeten, Joy. Ja, je moet het zeggen. We zijn bij een bezienswaardigheid. Maar ja, we hebben eerst honger. Ja. Dus we gaan eerst koken en eten. En dan gaan we de bezienswaardigheid bekijken. Ja. Wil je al verklappen waar we staan? Nee, ja. Nee, dat doen we niet. We gaan lekker eten. Joy gaat onze bekende gnocchi maken. Alla parmigiano. Dus alles in de pan. Alleen dit kan niet in de oven, maar gewoon even met de deksel zorgen dat de mozzarella smelt. Ja, dus dat recept wat bij ons op de website staat, die kun je dus heel makkelijk als een eenpansgerecht in de camper maken. Hè? Ja, en je zou hem nog altijd als wel als ovendingetje uiteindelijk kunnen doen. Omnia, maar dan zo, in de Omnia. Bijvoorbeeld, ja. Nou. Ja, zo ziet het eruit als een eenpansgerecht, hè. Ja, ik ga het laten zien. Het pruttelt een beetje. Ik zet hem even uit, dan blijft hij te hard pruttelen. Kijk, het vocht komt dan alleen iets meer naar boven, maar... Het ziet lekker goed hier. Yummy, yummy. Nou, smakelijk alvast. Smakelijk. Nou, het eten was lekker. En we gaan op pad. Kijk, die bui hebben we net gehad. Want toen zaten we lekker te eten. Ja, een goede dat timing. Dat is perfect. Jongens, kijk achter waar we zijn. Achter jouw ziegel waar we zijn. We zijn in Heddel. Tenminste, als we het goed uitspreken. Want dat zal deze vakantie vast en zeker wel gebeuren dat we dingen niet goed zeggen. Ik denk 80% van de Noorse woorden. Ja. Want die is... Ja, dat kunnen wij niet. Ja, dus met neem die ons, tongval. Dus neem ons niet kwalijk. Kijk. We staan bij de Staafkerk. Staafkerk, hoor. Ja. Links van mij ligt die. Ik ben benieuwd. Leuk. Er komen heel wat latjes hout bij kijken. Het is in ieder geval de grootste staafkerk van Noorwegen en eerst van de 13e eeuw. Dat is al best wel heel lang. Hij ziet er nog redelijk goed uit, toch? Ja, en ik weet nog een weetje. Elk jaar krijgt hij die zwarte stukken wat je ziet, ja, een nieuwe teerlaag, zodat het water dicht blijft. Ja, perfect. Kijk, zie je daar dat hoofdje? Ja. Geef wat weg van de Notre Dame gevoel. Ja, van de kerk. Ja. Maar mooi om een keer te zien, hoor. Knap staaltje bouwwerk om dat zo te maken. Want je hebt natuurlijk meerdere staafkerken hier in Noorwegen, maar dit is de grootste. En die ligt nu op de route. Hij is wel dicht. Kijk op de website, als je volgens mij al googelt Heddal Staafkerk, dan kom je er al tegen. Hij is nu pas op donderdag. Ja, hij is nu pas op donderdag geopend. Maar ja, goed, we zijn er nu. Dus we komen er gewoon even langs. Je kunt hem echter alleen bezoeken met een ticket. So I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. Try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders. Allemaal bij die dakgoten, die stokken, zeg ja, maar naar beneden, dus, zodat het water er niet tegenaan gaat lopen. Dat is echt, je ruikt ook de teer. En je ziet het ook echt dat het is ingesmeerd. Want aan die dakgoten waar die paaltjes zitten. Oh ja, we kunnen hier wel doorheen lopen. En dan lopen we zo naar die kant. Ja, dat daar de druppeltjes nog... Ja, dan zie je de druppeltjes teer nog zitten. Wel jammer eigenlijk dat zo'n mooi bouwwerk alleen open is met een ticket, hè? Ja. Ja, vind ik wel jammer, ja. Maar ja,
Aan de andere kant, het moet natuurlijk ook ergens van onderhouden worden. Ja, ja, uiteindelijk gaan ze het daarvan onderhouden. Schat, als we de volgende rij pakken, kunnen we helemaal doorlopen. Ja, ik volg. Zie je zelf? Ik volg, sorry. Goed zo. Nee, wel leuk als het op de route ligt om dit mee te pakken, hoor. Ja, zeker doen. Het is echt wel... En vooral omdat het ook de grootste is. Ja, dat wilde ik zeggen. Het is de grootste. Het is leuk om te zien. Het lag bij ons op de route. Dus dat. We gaan terug naar Sunny. De afwas is al klaar. Kookplaatje zal wel afgekoeld zijn. We gaan koers zetten naar onze overnachtingsplaats. Ja. Ja. Jij hebt die zo uitgezocht. Ik heb gecheckt. Ik vond het prima. Jij hebt ook meegezocht. Ik heb ook meegezocht. Ik heb niet alleen recht om dat te beslissen. Nu horen jullie het van een ander. Dadelijk... En Sunny staat hier, wat wil je zeggen? Dat je dadelijk een lekker kop koffie krijgt als we op de overnachtingsplek zijn. Mm. Heb je wel verdiend met die stuurmanskunsten vandaag? Nou ja, we hebben toch die ene weg wat ons liet denken aan de Groot Klokner. Ja, ja, met die haarspelbochten. Oh. Die was wel gaaf om te rijden, hoor. Zeg tegen zo, kijken of we kunnen stoppen, want dan ga ik die drone de lucht in doen. Maar natuurlijk was er geen plek om te stoppen. Maar hoe heette deze? Telemarksvegen. Ja, Telemarksvegen. Bij de 41. Ja. Nee, de 41. De 41. Het is wel echt een aanrader, want je hebt hele mooie uitzichten. Ja. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything you never. Nou, kijk, Joy, daar staan we. Homely the Lonely. Het is een mooi plekje, toch? Ja, ik vind het prima. En hier staan we op het dorpsplein. Dus als je je verveelt dadelijk, kun je nog kunnen eens we gaan schaken. Jongens, we staan in Roekjan. Ja, prima plekje. Ja, zeker. Ik heb de sleutel. Ik wou zeggen, moet je me wel de sleutel geven? Alsjeblieft. Dank je. Hey, hallo, mag ik niet naar binnen? Jawel, maar anders komt de kou naar binnen. Och, anders komt de kou naar binnen. Kom. Nou, hier komt een en al warmte. Kom, snel, snel. Snel, snel. Ja, jongens, de kou. Ik zal eens even vertellen wat de kou is. Het gaat hier vannacht min 1 worden. Ja, daarom. Goedemorgen. Gelijk de dagelijkse dingen weer doen, hè? Ja, we hebben geslapen. Midden in het dorp. En er zijn hier overal loosplekken. Kun je allemaal op de app zien. Dus ik ben er heel blij mee. Ideaal, hè? En daar in dat huisje. Kun je het wc'tje liggen. Succes, schat. Zoals jullie zien staan we op onze eerste stop. En we hebben wel geteld 10 minuten gereden. Ja. Maar dat was ook een reden waarom we hier in dit plaatsje hebben overnachten. Ja. Ryukan. 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 Ja. Jongens, kijk eens wat een mooie watervallen op de achtergrond. En kijk en eens nog een. Wat een gebulder hier aan de rechterkant. Kun je dat zien? Ja, dat kun je wel een beetje zien. Mooi, hè? De natuur is wel echt fabeltastisch. Geweldig, ja. Maar we staan hier omdat Joy iets had uitgezocht op internet. Ja. Omdat ze heel graag wilde bekijken. En dat is dat. Ik ga eens even inzoomen. Zien jullie dat gebouw? Dat is een waterkrachtcentrale. En vroeger was het de grootste van heel Europa. En volgens mij zelfs van de wereld. Hier zie je hoe het vroeger was.
In 1911 waren ze klaar met de bouw daarvan. En was het dus echt de grootste van de wereld. Ja, je ziet hier echt ook die pijpleidingen zo omhoog lopen. Ja. Maar dat zien we daar ook, hè? Dat is echt geweldig. Bijzonder. Bijzonder dat het dat nog heeft. Want waar wij vannacht geslapen hebben, Joy, dat was de nieuwe centrale. Bij de nieuwe centrale, ja. Wel bijzonder. Heel veel historie mee gemoeid. Hier hebben de Duitsers namelijk geprobeerd om hun eerste atoombommen te maken. Maar de Noren, er zijn 9 Noren geweest, die hebben dat ontmanteld met een hele grote missie. Zoek maar eens op als je daar meer over wilt weten. Koffietijd. Oh, jongens. Wat worden we verwend? Wat worden we verwend? Alsjeblieft. Lekker, lekker. Waar ga je zitten? Gaat dat zo? Oh, je komt naast me zitten. Ja. Moet ik dat bankje houdt ons wel, hoor. Kijk, hallo, dat dacht ik toch zeker. Oh, jongens. Was mooi net, ja? Ja. Ik wilde de hele tijd kerncentrale zeggen. Waarom, weet ik niet. Waterkrachtcentrale. Waterkrachtcentrale werelds. Grootste waterkrachtcentrale. Ja, maar het staat ook op werelds erfgoed. UNESCO-erfgoed. Ja. World Heritage. We zijn nu op weg, let op naar de naam. Ja, Geilo. We hebben toch al wat opmerkingen gekregen over dat Slettenstrand, jongens. Geweldig in Denemarken. Ja, heel leuk. En we zijn nu eigenlijk een beetje binnendoor aan het crossen, voordat we weer op een wat grotere weg komen. En dan zegt Joy, stop. Hier is een hele mooie parking. En dan staan we aan het water. Dat hebben jullie net gezien. En het grappige is, de campers die hier staan, alleen maar Nederlanders. Die hadden allemaal hetzelfde idee. Ja, leuk toch? Ja, en dan zei je van, nou weet je wat we doen? Dan doen we hier lekker even een koffietje bij het water. Want dit is een fjord, hè? Toch? Dit is toch een fjord, of niet? Ik ga eens kijken hoe het hier reed. Ik weet het niet wat dit is. Oh, het is warm. Nou, vannacht was het koud, jongens. Het was -1. Ach, ook dat hoort erbij. Toch blij dat we onze winterdeken hebben meegenomen. Het is geen overbodige luxe, jongens, in Noorwegen in juni. Ja, maar je weet nooit waar je terecht gaat komen. Nee, dat klopt. Want ik zag gisteren op Facebook bij mensen die hadden een stukje dezelfde route gedaan als wij. Alleen de andere kant op die weg. Ja. In de sneeuw. Dus die sneeuwsnuiver. Schuiven. Sneeuwsnuiver was niet zo heel Tinsja. De Tinsja fjord. Ja, maar nee, dit is geen fjord, dit is een meer. De fjorden liggen aan de andere kant, daar moeten we nog allemaal komen. Oh, komt eraan, jongens, komt eraan. Over 4 maanden of zo. Nou, haast dat een scheen. Dan hoefden we nu ook niet zo snel door. Nee, we zitten aan een tijdgebonden. Hè? We zijn dus een maandje dat we hier mogen vertoeven. Wat al echt luxe is voor ons. Dat is echt luxe voor ons. Ja, dit is genieten. Joy zegt het ook nog net, zouden we nog sneeuw tegenkomen? Kijk nou hoe schattig dat plukje sneeuw daar naast Sunny. Maar we rijden dus op een hoogvlakte, allemaal haarspelbochten omhoog. En ja, hier ligt inderdaad nog een beetje sneeuw. Het is niet veel, maar je voelt wel dat het een stukje kouder is. Maar jongens, wat een prachtig uitzicht. Ja, jullie zien het goed. Jij gaat een stukje rijden? Ja, ik ga hier voor het eerst een stukje in de berg rijden. Ik ga dronen. Het is de eerste keer dat we dit gaan proberen. Maar ieder probeert zo moet het begin zijn. Maar jij pakt zo de drone. Ja, want anders rij je eroverheen. Ja, goed zo. Nou, kom. Ga die drone pakken. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll
I'll sing until my arms give out. I'm gonna let the sun shine in today, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. Gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Een datakaartje voor internet. Ja, en waar kan dat beter? Anders komen de vlogs veel te laat aan bij jullie. Maar waar kan dat beter dan in een groot winkelcentrum? Des te meer kans hebben we. Ja, we zijn in Lillehammer. En vanuit het winkelcentrum zijn we zo de berg op gereden en staan we op de camperplaats. Bij de schans. De schans. De skischans. Skispringschans. Kijk uit het raampje. Da-da-da-da. Maar als het straks droog is, nemen we jullie mee naar buiten. Ja. We hebben ook wat lekkers gekocht. Een kanaalbulle. Iets typisch Noors. Ik ben benieuwd. En we hebben nog wat gescoord. Ta-da-da-da. Een prepaid kaartje. Simkaartje. We waren al voorbereid dat data in Noorwegen niet heel goedkoop is. Nee. En je hebt ook niet echt unlimited data. Daar gingen dat we wel voor, niet. Maar dat kennen ze niet echt hier. Dus we zijn gegaan voor 50 gig. Ja, van Telia. Ja, ja, ja. Kind kan de was doen, hè? Je duwt hem erin. Je wacht heel even. En hij doet het. Ta-da-da-da. En ik heb deze al doormidden gesneden. Kijk, zo ziet hij van binnen uit. Laker, laker. Heel veel suiker. Maar dat hebben we vandaag wel verdiend. Wat hebben we toch een mooie route gereden, hè? Oh, schitterend. Maar ik schrok iedere keer van die schapen op de weg. Die staan gewoon midden op de weg. Hé, hey, en ik heb gewoon een stuk bergpas gereden. Ja, ik ben helemaal trots op je. Ja hoor. Het motormanagementlampje brandt. De kap staat open. En ik heb al ontdekt wat het is. Hier staat de monteur. Ik kreeg toch net de kriebels trouwens toen we hier naar boven reden. Een slag. Ik zei meteen tegen Joy, er is wel wat. En met gaat dat lampje branden. Ja, dat klopt. Als je even de sleutel eraf doet, dan kan ik het trapje naar beneden doen. Wat een gedoe. Ik krijg meteen stress van. Nee, ik heb al gezien wat het is. Geen stress. Het is een klemmetje van de slang wat losgeschroefd is. Ja, dat is natuurlijk die turboslang wat zich weer vacuüm... Ja, is dat de turboslang? Ik weet niet of dat de turboslang is. De eerste keer. Ik ga met je mee. Jongens, de monteur. Ik ben zo blij met mijn monteur. Je ziet hem gelijk loshangen, hoor. Kijk maar. Deze hoort hier te zitten. Maar ik ga hem even vastzetten. Die is al een keertje losgesprongen, hè? Toen hadden we dat zelf. Ja, we moeten even bij de garage de volgende keer vragen of die even een nieuwe klem erop zet. Die wat strakker zit. We moeten hier morgen dan sowieso maar even langs de garage vragen of ze willen uitlezen en dat willen resetten. Want weet ik niet. Misschien dat die dadelijk eruit is. Want dat blijft natuurlijk anders branden, hè? Ja, dat weet ik niet. We gaan dat even ontdekken of dat zo is. Wat zit hier nou? Hier zit een beest. Oeh. Nou, deze slang. Dit is de turboslang dan. Deze, denk ik. Ik kan je voorstellen dat het die is. Even kijken. Nou, alles weer opgeruimd. We zullen morgen wel zien Ja, maar of de slang zit nu vast, dus... Maar ik weet niet of hij dan vanzelf reset of niet. De sleutel, heb jij die? Nee, die ligt er binnen. Hij is wel smoezelig. Ja, hij is zeker smoezelig. Maar jongens, kijk wat een mooi plekje. We staan bij de skischans hier. Maar als het straks droog is, dan komen we nog een keer naar buiten. Ik zat net in de camper, ik denk, wat hoor ik toch? Maar kijk,
te zijn en springen op de schans. Echt wel gaaf om dan een keer live te zien hoe dat gaat. Zo leuk, want vroeger keek ik dat altijd op tv samen met mijn vader. En het is leuk om dan nu te zien in het echt dat er ook mensen van de schans afgaan. Zo, goedemorgen. We gaan eens even naar buiten en ik laat je de camperplek nog eens even goed zien. Had ik jullie nog beloofd. Kijk, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Mooi hè, met die plukjes wol. Zijn net watjes aan de lucht. Gezien hoe mooi dit plekje is. Je betaalt 170 nok. En ik heb me laten vertellen door Joy 10 nok is 1 euro. Dus reken maar uit. Maar voor ons een prima plekje voor de nacht. We vonden het leuk om hier een keer zo op hoogte te staan. Te genieten van het mooie uitzicht. En we hebben natuurlijk in Lillehammer dat internetkaartje gescoord. Waar we heel blij mee zijn. Waardoor jullie deze vlogs kunnen kijken. Ik ga terug. Duimen dat die camper start, want gisteren deed hij echt moeilijk op het laatst. Hij begon te sputteren en weet ik wat allemaal. Jullie hebben gezien dat het motormanagementlampje begon te branden, dat er een slang los zit. We gaan maar naar de garage. Maar hoe dit gaat aflopen, jongens, je ziet het in de volgende vlog. Tot ziens, doei!